Leuk dat je weer luistert naar Puls, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Het gebruik van Voice stabiliseert. De Amazon Advertising Roadmap is uitgelekt of gepresenteerd. En fullscreen stories in Instagram. Hoe dat eruit ziet, dat hoor je zo meteen. Maar we gaan het eerst even hebben over ontwikkelingen bij Facebook, Twitter, Instagram. In ieder geval het nieuws dat grote adverteerders stoppen met adverteren op social media. Hey Daan, daar hadden we het vorige keer al even over, hè, dat die eerste signalen er ontstonden. Toen zei ik nog, van als merk moet je daar als marketeer bewust van zijn. Maar afgelopen week is dat wel in rap tempo opgevolgd met grote namen als Starbucks, Unilever, maar ook Nederlandse merken als TomTom en Heineken, die zich nu ook aangesloten hebben bij die boycott. En in eerste instantie is dat een boycott om een maand te stoppen met adverteren. Als protest tegen nepnieuws, racisme en het haatzaaien. Er is wel behoorlijke beweging in één keer ontstaan. Hè? Ja, ik denk dat onze podcast toch wat flink teweeg heeft gebracht. Dat zal het zijn. Unilever heeft geluisterd en zo. Nee, maar het is inderdaad, toen zaten we nog op het moment dat de North Face en Patagonia, zeg maar, dat soort merken inderdaad, dat het een beetje begon te rammelen op Twitter. En toch 3-4 dagen in dat verhaal bleek er nog niet zo heel veel te zijn, maar iedereen werd toch inderdaad wel wakker geschud. Ik denk ook omdat er aandacht blijft zijn voor Black Lives Matter en dat soort dingen. Het zal toch een beetje de trend destijds zijn, waarop veel merken een statement willen maken. Maar het blijft toch een beetje een grote partij. Ik heb volgens mij inschattingen gezien dat dit ongeveer 10% aan adspend gaat kosten. Wat natuurlijk wel een enorm bedrag is voor een Facebook. Maar ik ben ook benieuwd. We hebben ook, hier en daar wat creatievere Snapchat-campagnes die we opzagen duiken, die het nieuws halen en zo. Dus ook volgens mij adverteerders die vervolgens, of marketeers, laat ik het zo zeggen, die denken van waar ga ik heen met mijn Facebook-budget en ik moet mijn targets wel halen. TikTok, Snapchat, ook YouTube, hoewel je kan zeggen, hè, dragen die dan niet bij aan het haatzaaien. Ja. Heeft YouTube toch een iets positiever imago op een of andere manier op dat gebied? Ik vind het een beetje gek, want ja, daar heb je net zo goed het fake nieuws en de video's spelen, maar hè, op adverteerdersniveau en merkniveau zal YouTube en Google het dan net iets beter doen, denk ik. Dat die daar niet wel door worden geraakt. Maar daar ziet er wel wat budgetverschuivingen heen gaan. Ik ben wel benieuwd wat dat doet, met name voor die kleinere media. TikTok of zo, dat heeft misschien dan toch de grotere merken die dan komende weken niet in gaan zetten op Facebook, toch gave concepten op een TikTok of een Snapchat. Dat soort platformen die eerder nog, die een beetje dezelfde doelgroep, wel de onderkant denk ik, bereiken qua leeftijd. Maar dat meer gaat gebeuren. Dus ik ben benieuwd wat we daarvan terug van gaan zien. Ja, en de verschuiven van paid naar organic, wat misschien ook leidt tot creatieve organische posts, met als doel dat je meer viraal gaat of zo. Hè. Dat kan natuurlijk ook, dat je bereik wel gaat halen, maar minder gericht op paid en meer op organic. Maar dat blijven de merken wel over het algemeen doordoen. Je noemde net al even zo'n 10%. Ook, bijvoorbeeld. Dat het budget met die kant op gaat en de acties en de activiteit. Ja, ja. En je noemde net al, hè, het is zo'n 10%. Inmiddels wordt in ieder geval gezegd dat er bijna 400 adverteerders Facebook echt gaan boycotten. Zou dit nu enige paniek veroorzaken in de boardroom van Facebook, denk je? Ligt Mark Zuckerberg hier wakker van? Ja, ik denk als hij hier wakker van zou liggen, dan zou hij de afgelopen 10 jaar niet hebben geslapen, of niet? het is, volgens mij heeft hij. Ik zou hem niet graag willen zijn. Maar goed, hij kennelijk wel, want hij houdt de touwtjes stevig in handen. Ik weet het. Maar het is zo lastig. Het is een dusdanig statement dat je er wel mee moet, wellicht. Je kan ook gewoon stil zitten geschoren worden. En als het nu geen effect heeft, dan is er weer een statement gemaakt. En Facebook heeft wel een lange historie van gewoon de aanhouden wind op een bepaalde manier. Ja, ze hebben wel een bepaalde machtspositie. Hè? Ik begrijp dat ze wel gesprekken gevoerd hebben met Amerikaanse adverteerders, maar dat tot op heden nog niks opgeleverd heeft. En er zouden inmiddels wel honderden accounts verwijderd zijn die deel uitmaakten van een anti-overheidsbeweging in Amerika dan. En die moedigden het actief plegen van geweld aan. Maar dat zijn ook wel ontwikkelingen die ze altijd wel deden. Hè? Dat soort accounts opschonen en stoppen. Volgens mij ook een keer iets toen teruggefloten. Dat hij ook wat haatdragend zei. Dat is volgens mij. Twitter heeft volgens mij een tweet toen van hem verwijderd. Ook. Ja, maar volgens mij heeft Facebook ooit een keer wel iets gedaan met niet een bericht verwijderd, maar iets van dat het iets haatzaaiend was of zo. Maar voor de rest inderdaad doen ze er weinig aan. Dus niet het taggen van
vooral het verschil met tussen haatzaaien en niet de waarheid vertellen, zeg maar. En ja. Voor mij zijn dat twee ook aparte discussies. Maar in dit soort situaties wordt het allemaal op één hoop gegooid. Gewoon van Facebook is niet oké bezig en is de nuance vaak ver te zoeken. Maar vooral benieuwd wat hoe het spelletje nu wordt gespeeld door ook die grotere merken. Wat ze als alternatief wel gaan doen inderdaad. Interessant om dat in de gaten te houden. Dat zeker. En ik denk aan de andere kant, de consument krijgt er nu ook echt daadwerkelijk lucht van. Hè? Het staat op de NOS. Nieuwsites, op NOS. Dat was het vorige week nog niet. Nee, dus de consument krijgt het nu ook. En ik kan me voorstellen als marketeer van bepaalde merken dat je misschien ook daar vragen over gaat krijgen van consumenten. Van hey, ik zie nou, of als je een advertentiecampagne toch nog hebt lopen op Facebook, dat consumenten misschien gaan reageren onder een advertentie in deze toon, in deze richting. Zo van, ja, maar jullie steunen dus Facebook in het haatzaaien. Dus je moet wel als marketeer, denk ik, voorbereid zijn op reacties die je kunt gaan krijgen op nog lopende campagnes. Ik denk als een MKB'er stopt dat voor Facebook niet heel veel doet. Maar wees je wel bewust van dat dit gevoel, dit sentiment ook gevolgen kan hebben voor reacties of engagement met je eigen uitingen. Ja, zeker ook je eigen doelgroep ook, hè. Van, je hebt natuurlijk de ene doelgroep is het wat gevoeliger voor. Kijk, als je in het zakelijk, in het logistiek transport zit of zo, dan zal het misschien wat minder doen dan dat je echt te maken hebt met een hele diverse doelgroep. Of een heel idealistisch merk. Idealistisch merk, inderdaad. Ja, de Patagonia bijvoorbeeld. Dat is het voorbeeld van het idealistische merk die altijd al dat soort statements maakt. En dat soort besluiten. Daar hebben ze eigenlijk een hele merk ontlenen ze daaraan. In het maken van statements of radicale beslissingen. Dus Dus ik kan me voorstellen dat consumenten hierop gaan reageren naar jou als merk. En ondanks dat je niet bij die 400 hoort en misschien ook helemaal niet moet stoppen met Facebook en Instagram, wees voorbereid op mogelijke reacties daarin. Ja. Hey, Daan, de ontwikkeling of een verrassend bericht vond ik zelf. Jij kwam tegen dat het gebruik van voice lijkt af te vlakken. Hè? Die groei van voice. We hebben daar de afgelopen jaren, zeg maar, in onze podcast vaak aandacht voor gehad. De apparaten namen ook steeds meer toe. Dat is ook iets rustiger geworden. Nu blijkt dat het gebruik ook echt wel afvlakt. Einde van de groei, denk je echt? Ja, nou ja, einde van de groei. Het kan de komende jaren nog weer komen. Maar wat het artikel ook beschrijft, komt op Marketingland, stond het. Het is ook uit de VS. Dat is natuurlijk een onderzoek. Dus het gaat niet, denk ik, op voor Nederland of Europa. Maar ja, daar wordt natuurlijk de technologie gebouwd. En daar is het vaker, loopt het toch een beetje voor. Ook met de mogelijkheden, de toepassing en de manier hoe voice werkt. In het Engels werkt Amazon Echo, Amazon Alexa, die zijn echt wel dominant aanwezig in Amerika. Ja. En ze zeggen het vlakt af. En dat valt op, want tot nu toe groeide het gewoon altijd nog. Wat het artikel ook suggereert, vooral wat de data lijkt te tonen, is dat gebruikers, zul je vast wel herkennen, dat het is de afgelopen jaar ook echt steeds iets beter geworden. Het begon natuurlijk 10 jaar geleden alweer met Siri. Het is wel geëvalueerd en beter geworden, maar er is nog niet echt een doorbraakcase. Ik merk zelf ook, ik gebruik het voor een paar dingen, voor boodschappenlijstjes, een herinnering instellen, iemand bellen als je in de auto zit. Ik denk dat die adoptie misschien ook wel iets toeneemt, maar een hele hoop mensen nemen die sprong ook nog niet, omdat ze gewoon gefrustreerd raken, omdat het net niet goed wordt begrepen, of dat de app toch iets gaat doen wat je niet bedoelde, of onterecht geactiveerd wordt, zoals jij net nog had met je Google Home. Ja, we hadden nog de voorbereiding. Waar Google en ik mee gaan praten. Dus dat het toch niet echt nog een doorbraak is die we wel hadden verwacht. Want als je ons, denk ik, ook vroeg, ons 2-3 jaar terug, van hoe vaak praten we met onze assistant in 2020... Toen zeiden we nog, volgens mij was die bekende quote van, dan heb je meer gesprekken met je assistent dan met je vrouw of zo. We waren in ieder geval vol verwachting. Ja, dat soort rapporten lagen er wel. Van deze lijn die gaat alleen maar exponentieel toenemen. En het lijkt toch een soort, een afvlakking in te zitten. Hoewel het gebruik nog wel hoog is. Hè? Met name in Amerika is volgens mij de penetratie echt wel fors van de smart speakers. Dus je kunt ook je de vraag stellen in hoeverre daar ook echt, wat jij ook zei, hoe ver de doelgroep, hoeveel groot de doelgroep ook is in deze fase. Je hebt het ook over een bepaalde early adapters die daar gewoon mee beginnen en dat hebben. En de opschuiving naar de andere doelgroep is een stuk lastiger. Daar moet net de frictie weggehaald worden. Privacy, discussie rondom voice, of rondom die speakers. Weet je, daar zijn nog best wat barrières waar doorheen gebroken moet worden, voordat ook een grotere groep er misschien mee actief aan de slag gaat. Ja, want even gewoon concreet. De VS is het nooit of minder dan 2 keer per week, zeg maar, is ongeveer 56%
Dat zegt dus ook dat 44% minstens 2 keer per week een keer een voice assistent gebruikt. En 20% daarvan weer 6 tot 9 keer of meer per week. Ik val zelf ook in die laatste doelgroep. Denk, als ik ga tellen, ik stel wel vaak herinneringen in. Even een timertje, kookwekkertje, zeg maar. Maar ja, daar houdt het ook inderdaad wel mee op. Het is nog niet zo, ik vraag een keer van rij naar huis of zo. Maar echt een zoekopdracht. Ik wel eens om in te spreken, iets of zo. Dat je even maar echt zonder je scherm eigenlijk dagelijks gebruik kunnen maken van voice. Nee. Dat is er nog niet, hè? Nee. Nee, we gaan zien hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Maar goed om, denk ik, rekening mee te houden dat het iets afvlakt. En ik denk dat de technologische ontwikkeling of de intelligentie van de apparaten en de privacy discussie, dat ze belangrijke elementen zijn om een verdere groei te kunnen, op een nieuwe groei te kunnen realiseren, lijkt mij. In de afgelopen deep dive aflevering van deze podcast, hè, we brengen elke 2 weken de Puls, een korte nieuwsupdate. In de deep dive gaan we wat uitgebreider in op een groter thema, een specifieker thema. Toen hadden we het over low-code en no-code met onze collega Dick. De trend dat programmeren, zoals vroeger elke regel code zelf schrijven door een developer, dat het steeds makkelijker wordt met allerlei tools en de village of tools ook om met weinig codekennis, low-code of misschien wel no-code, complete systemen te kunnen bouwen. Nu komt Amazon, aan dat zij met een nieuw cloud service komen, wat het mogelijk maakt om heel makkelijk een mobiel of een webapp te gaan bouwen. Dat is als marketeer denk ik sowieso interessant om die village of tools goed te kennen en weten wat er allemaal mogelijk is, waardoor je ook zelf heel veel kunt. Maar dat Amazon hierin stapt is denk ik wel weer een behoorlijke beweging voorwaarts. Ja, ze noemen het honeycode. En het is het zit eigenlijk niet echt heel dicht tegen e-commerce aan, zeg maar. Dus het heeft weinig te maken met de Amazon e-commerce gigant, zeg maar. Meer misschien nog wel met Amazon Web Services, hè, waar je ook de servers en de developer tools en zo weghaalt. En hoewel dat ook niet helemaal is, het zit er een beetje tussenin. Het is namelijk ook voor interne bedrijfsprocessen gemaakt. Dus waar je veel losse tools natuurlijk hebt, een Trello-boardje of dat soort dingen, is dit eigenlijk, ze noemen het niet specifiek, maar ik zie het voor als je een soort klein e-commerce bedrijfje bijvoorbeeld hebt, of je verkoopt gewoon dingen, dan hebben ze ook een soort templates, out-of-the-box appjes die ze hebben gemaakt, waar je bijvoorbeeld to-do-lijst bij kunnen houden, klanttrackers, surveys kunt vragen, je voorraad kan beheren, de content van producten kunt tracken en bijhouden, ook de time-off reporting, dus de afwezigheid, de verlof kunt bijhouden, events kunt managen, het team kunt bijhouden, zelfs agenten en vet. Allemaal moduletjes die met elkaar samenwerken in een databaseje, die dus al voor je zijn ingericht. Doet mezelf ook een beetje denken aan Airtable, zeg maar, waar we het ook al een keer over hebben gehad, waar je eigen databases kunt bouwen. Maar dit is echt al een kant-en-klaar appje, wat je dus wat je in kan richten. En dat is tot 20 gebruikers, is het nog in de beta ook gratis. Dus als je een kleine organisatie bent, dan kun je dus van een soort mini ERP-systeem, zou je het kunnen zeggen, gebruik maken en instappen bij Amazon. Dus, noemde dat ook vanuit de low-code en no-code gedachte is het heel erg dat het ook gebaseerd is op processen die bij heel veel bedrijfjes voorkomen, die vrijwel altijd gestandardiseerd op dezelfde manier werken. En daardoor kun je iets bouwen wat je door voor heel veel bedrijven wat heel veel bedrijven kunnen gebruiken, wat heel veel toegepast kan worden. Ja, en dit is echt no-code. Dus het is niet low-code, waar we het ervoor over hadden, dat je toch zelf wat de dingen aan elkaar moet koppelen. Het is echt gewoon een soort interface die je helemaal kan inrichten en gebruiken. Het lijkt op een soort Excel, maar dan met een waar je ook schermen in kan bouwen. Ja, interessant. Op zich een mooie ontwikkeling, want we zijn allebei wel fan van die ontwikkelingen rondom no-code. En dat Amazon, zo'n grote partij, daar ook actief mee aan de slag gaat, dat doet weer wat in de markt waarschijnlijk. Dat geeft wat beweging, vermoed ik. Blijf nog even bij Amazon, want de advertising roadmap richting 2023 is gepresenteerd of uitgelekt. Dat weet ik eigenlijk niet eens helemaal. Maar in ieder geval zijn ze heel erg, of is nu een beetje geschetst waar ze naartoe gaan. En jij kent de details, hè? Ja, die kwam bij ons intern ook op de Slack-kanalen, zeg maar, door onze marketplaces specialisten. En daar gaf iemand even een op Substack, dat is ook een bekende nieuwsbrief updates. Alec Burns heet die man, die trekt een hele mooie parallel tussen Google Ads, wat natuurlijk al heel lang een groot advertentieplatform is, en de Amazon Advertising Roadmap. En hij ziet ook heel veel gelijkenissen. Dus hij zegt ook van als je daarnaar kijkt van wat er nu Amazon heeft staan, dan kun je eigenlijk, als je terugkijkt naar wat Google heeft gedaan, de ontwikkeling die ze door hebben gemaakt,
met eigenlijk wat ook AdWords en Google Ads is. Als je naast elkaar legt, dat je eigenlijk wel bijna kan van voorspellen wat ze gaan doen. Dus het is meer zijn analyse, zijn interpretatie waar Amazon naartoe gaat, zodat je als marketeer daar alvast een beetje over na kunt gaan denken. Dit wordt waarschijnlijk de komende tijd wat Amazon doet. Ja, het is niet officieel van Amazon. Nou, ook hij heeft het een beetje gecombineerd. Zo van, je ziet nu dat Amazon dit heeft aangekondigd en dan is waarschijnlijk dit een next step. Dus wat je bijvoorbeeld ziet ontstaan en daarmee ook misschien een beetje voor de luisteraar, de marketeer. Voor mij was het ook een beetje een realisatie van, Amazon is niet alleen maar shopping feeds. We weten, je moet steeds vaker betalen om er bovenaan te staan. Maar het wordt ook echt een platform waarin je biedingen gaat beheren, optimalisatie, attributie gaat doen. Dus dat je gaat kijken van misschien wel een eerste touchpoint een week ervoor. Dat je als gerelateerd product wat vertoont. Dat gerelateerde product tonen, dat je daar een cent voor moet betalen. En dat je week later een verkoop oplevert van jouw product. Zo had ik, het leeft al een beetje, maar je ziet, als je dit ook leest en naast elkaar legt, dan zie je dat Amazon echt ook een serieus advertising platform wordt en een tool helemaal op zichzelf. Even wat voorbeelden. Google begon met enhanced CPC's, dus dat Google ging jouw CPC's op basis van gebruikersgedrag. En je kon zelfs instellen, ik bied een euro, maar Google, je kon dan toestaan door Google op basis van data daar kleine aanpassingen in te doen. Nou, Amazon heeft dynamic bidding, de demografische en remarketing doelgroepen. Nou, dat heeft Amazon nu ook uitgebracht, de interest en remarketing audiences. Attributiemodellen hebben ze nu ook gelanceerd in beta. Dat waar ik het net over had, dat je ziet van eerste touchpoint, laatste touchpoints. Maar ook veel meer ad placements en features gaan uitrollen. Zoals nu custom images en video bijvoorbeeld Amazon ook ondersteunt. Dat is eigenlijk Google Ads ook gaan doen met die ad extensions. Hè? Dus dat je telefoonnummer erbij zet en ook een plaatje dynamische banners kan maken. En dat ze ook de interface op een gegeven moment op de schop hebben gezet. Dat hebben ze meerdere keren gedaan, Google Ads natuurlijk. Om het eerst veel gebruiksvriendelijker te maken, later toch weer meer gericht op agencies en specialisten. En Amazon heeft dat ook op de roadmap staan dit jaar, dat ze een nieuwe advertising console en zo gaan maken en bouwen. Dus dat ze ook dat veel krachtiger maken. Ja, het is een interessant artikel om even te lezen ook en te kijken van, waar gaat het naartoe? Dat je al als marketeer op kunt voorsorteren en over na kunt gaan denken en mee aan de slag kunt. Ja, het wordt echt een serieus platform. Volwaardig wat dat betreft. Mooi. Wat ook leuk is, maar dat is iets wat je echt even moet gaan zien. We hebben het volgens mij in de vorige Pulse, want de Pulse daarvoor hadden we het over dat Instagram test met die dubbele rijen stories. Toen zeiden wij al, dat is al best heftig als je twee rijen stories in je tijdlijn krijgt, of boven je tijdlijn krijgt. Inmiddels zijn er screenshots waarin Instagram test met een fullscreen story display. Maar dat zijn dus alleen maar bolletjes. Alleen maar bolletjes. Lekker, alleen maar stories. Alleen maar bolletjes, ja. En ze hebben dat ook echt daadwerkelijk bevestigd, dat ze dit nu aan het testen zijn. Wat het doet met fullscreen stories. En jij gaf toen al aan van, die tijdlijn, hè. Je ziet steeds minder dat gebruik van de tijdlijn, met name op een app als Instagram. Dus die stories, het echt in het hier en nu, kort termijn beschikbaar, dat is wel heel populair. Met dubbele rijen zeiden we nog, dat kun je dan nog wel begrijpen. Full wordt wel heel extreem fullscreen. Maar aan de andere kant, dit is ook een beetje wat Snapchat natuurlijk doet. Die hebben eigenlijk ook alleen maar die korte content, hè, die zomaar weer weg is. Ja. Wat niet echt op een wall blijft staan, op een profiel blijft staan. Dus misschien dat Instagram daarmee toch op richting Snapchat opschuift waarschijnlijk. Of denk je, dit is gewoon een test, misschien ook een stukje PR. Dit is bijna te extreem. Ja, ik denk dat ze het wel testen van hoe bevalt dat, wat zijn de engagement rates die je eruit haalt. Blijft de platform net zo sticky, zeg maar, als de tijdlijn, waar je lekker in blijft scrollen. Ja. Wat het ook unlockable. En de time spent op het platform. Precies, ja. Ik denk dat ze dat aan het valideren zijn. Of het inderdaad zo is dat meer aandacht voor stories gelijk staat aan mensen die meer content consumeren op het platform. En ik vind het op zich wel gaaf juist om te zien, want dat je... ik heb ook wel eens een gesprek met klanten dat ze denken, eng, moeten we dat nu zo wel gaan testen? Moeten we het idee helemaal refinen en uitwerken, zeg maar? Het MVP-idee, hè? Nu kun je zeggen, kun je eens voorstellen dat je als scherm vol staat met stories, weet je wel? Het zou lelijk zijn. Maar Facebook test dat ook gewoon in de praktijk. Oftewel, voordat je alle ideeën bedenkt bij je product of bij je dienst, maar ook in dit geval digitale, rol het gewoon uit voor een klein deel van de gebruikers. Ook is het lelijk. Je ziet gewoon of je hypothese klopt, dat mensen er meer gebruik van maken. En dan zal het nog lang niet de volle impact hebben die ze ervan verwachten.
Maar misschien zien ze wel dat mensen stories induiken en toch zich sneller gaan vervelen. Ja, dan moet je in je ontwerp eerst nagaan denken, hoe voorkomen we dat effect in een verder design wat we maken? En dat je die inzichten die je nu ophaalt gebruikt voor het, ja, hoe moet zo dat dan wel uit moeten zijn? Of uit moeten zien? Zo'n vol scherm met stories, een stories first Instagram app. Ja, bedenk het maar eens. Ja. Ja, nou ja, dat is inderdaad denk ik wat je zegt. Dit is een stukje, laten we eens even heel iets anders gaan proberen. Kijken waar onze groei ligt. Misschien helemaal, als we opnieuw zouden beginnen, wat voor een app zouden we dan gaan maken? Hey, ja. Dan kunnen we wel full stories. Nou, laten we dat eens gaan proberen in een test. En ja, het is gewoon een test. Ik bedoel, je kunt het weer terugdraaien. Je krijgt snel feedback. En daarna kun je kijken wat je met die informatie gaat doen. Ja, want ik vind het nu wel opvallend dat ik ben er zelf ook van na gaan denken. Nu ik Instagram ook redelijk, ik gebruik het ook redelijk veel. En het is inderdaad zo dat die bolletjes een beetje worden gesorteerd op een volgorde voor je, hè, bovenin. Er staat iemand vooraan, waarschijnlijk waar je het langste naar keek of zo. Alleen vaak zie je een bolletje zelf, kan wel wat interessant zijn. Dat is een soort mini-thumbnail. Dat je denkt, hé, wat is die neger nou aan het doen? En nu valt dat allemaal eigenlijk niet op. Zo'n bolletje kan de aandacht niet trekken, want er staan er maar vier. En het algoritme moet gaan gokken wat jij, ja, welke vooraan zou moeten staan. Dus ik kan me wel voorstellen dat daar, dat ze daar bij Instagram echt wel op zoek naar zijn. Meer van die bolletjes zien verleidt misschien. Ja, om even te kijken en dat je nu mensen de app openen en in die tijdlijn gaan zitten en een keer afhaken. Terwijl ze eenmaal in de stories zitten. Ik merk wel dat als je begint bij story 5 bent, dat je op een gegeven moment eentje die je toch niet zo leuk vindt. En dat je dan toch wel de app sluit in plaats van dat je verder gaat klikken. Zeker iemand die 20 van die stories achter elkaar heeft. Dan moet je nu echt dan tik, 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 tik doorheen. Terwijl je het niet interessant vindt. En dat zal een afhaakpunt kunnen zijn. En als je dan in kunt duiken op een story die je direct interessant vindt, omdat je de thumbnail leuk vond. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze daarna zoeken. Het is in ieder geval goed om even de test te bekijken en te zien hoe dat eruit ziet. Alleen dat is al gewoon leuk. En we gaan zien wat ze daar daadwerkelijk mee gaan doen. Hoe het gaat veranderen. Hoe het zich gaat ontwikkelen, ja. Dan tot slot, Daan, we hebben het eerder gehad over de aankondiging dat Google die free product listings, dat gratis shopping eigenlijk wilde gaan toevoegen in Google. Dus ook de organische positie daarin. Dat is nu daadwerkelijk uitgerold, volgens mij. Jij kwam het ergens tegen? Ja, we zien het voor de eerste keer in de VS. Nog niet in Nederland dus. Je kunt het wel klaar hebben staan. Je moet gewoon je product feed hebben. Waar ook al veel vragen. En dat heet straks services. Zo zie je het terug in je Google Merchant Center. En de eerste services die ze dan bedoelen, oppervlakten in het scherm, zeg maar, zo moet je services zien. Die zijn geactiveerd in de VS en dat begint nu bij de soort kenniskaarten, noemen het volgens mij. Wat je ook wel eens hebt als je een beroemdheid zoekt, knowledge graph ook. Als je een beroemdheid zoekt of een plaats, dan krijg je vaak zo'n samenvattingsartikeltje te zien. En ik moet zeggen, zie jij het in Nederland wel eens voor een product, als je een product zoekt? Nog niet gezien, maar ik ben er nog niet tegengekomen. Nee, ik zelf... Of niet bewust opgevallen. Nee, maar... het schijnt te zijn als je heel specifiek op een product zoekt. Misschien kan het in Nederland ook, het is mij eigenlijk nog nooit opgevallen. Maar in ieder geval in de VS beginnen ze daarmee met testen. Namelijk als je een heel specifiek product zoekt, ook in de shopping tab bijvoorbeeld, dan herken je op een gegeven moment van een bepaald merk of een type, hier in de screenshots die ik hier zie, heb je een theepot of zo van een of ander mooi merk. En die kun je dan op verschillende plekken kopen. En er staat wat productinformatie. En die links zijn nu dan echt gratis geworden. Dus ze hebben ook wat eerder betaald was via de Google Shopping Feed, hebben ze nu organisch gemaakt via de Google Shopping Feed. Dus het is niet zo dat het een soort van extra vulling is onderin ergens met gratis resultaten. Ze hebben echt iets wat betaald was veranderd naar een gratis resultaat. Dus ze zien wel dat er veel meer gebruik van wordt gemaakt. Nu er ook meer aanbod is natuurlijk. Niet iedereen deed daar aan mee. Dus het is 70% meer kliks en zo allemaal. En dat kan natuurlijk het verdienmodel iets veranderen. Want je hebt ook te maken met dat Google steeds meer zelf de transactie afhandelt. En dat kan me voorstellen dat het nu alleen voor shoppingklanten geldt. Maar dat zou het misschien ook zo meteen voor de organic klanten misschien kunnen gaan doen. Dat je dus niet meer betaalt om echt gepromoot te worden. Maar wel als je dan getoond wordt en je krijgt en er gebeurt een transactie. Dat je misschien daardoor alsnog provisie aan Google afdraagt. Ja, ja precies. Dat zal ook Google kennende. Er zit 100% zit daar. Gaan ze daar geld. Misschien niet op korte termijn, dan wel op lange termijn. Tuurlijk. Ja. Daar zal iets als mee gebeuren. Ja, maar dat is het eerste signaal. En ze zeggen nog steeds, najaar gaat het de rest van de wereld ook uitrollen. Het is een eerste signaal over wat voor vorm dat krijgt. En we houden het strak in de gaten.
Zeker. Wil je er meer over weten en dan ben je ook benieuwd hoe het bijvoorbeeld dat eruit ziet of hoe die fullscreen stories van Instagram eruit zien, dan kun je allemaal terugvinden in onze show notes. Die vind je op advice.nl/podcast. Daar vind je deze aflevering en daarbij alle linkjes naar de artikelen die we hier gedeeld hebben. Mocht je tips, vragen, reacties of ideeën voor onze podcast hebben, laat het dan vooral weten via podcast@advice.nl. En wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen, abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende Puls.